doen ze in Rusland met mensen met rood haar, met mannen met rood haar? Oh, allemaal zeggen die man is gek, niet normaal. Het is vandaag weer Internationale Roodharige Dag in Tilburg. En dat betekent een hele hoop redheads bij elkaar. Wij vroegen ons af wat nou een beetje het image is van de roodharige man. Waar denk je aan bij een roodharige man? Denk je dan aan een hele sexy... Nee, zo'n bleekscheet met van die sproeten. Beetje van dat rossige haar. Een beetje een nerdje, toch? Wat vindt u van mannen met rood haar? Oh, het kan best mooi zijn, hoor. Alleen... Ja, dat kan, maar dat scheelt per man. Ze hebben toch een bepaald imago, een beetje, hè, die roodharige mannen. Dat vind ik allemaal maar een beetje onzin. Ja? Ik ken genoeg roodharigen die allemaal hartstikke sociaal, extravert en gezellig zijn. Dus, ja. Vindt u het aantrekkelijk? Nee. Waarom niet? Ja, ik denk dat is niet normaal. Nee? Nee. U denkt dat mannen met rood haar niet normaal zijn? Nee. Nee? Ja, wel leuk. Ja? Ja? Ja, ik kwam toevallig laatste jongen tegen met hele mooie rode krullen. Ja, prachtig. Zou jij een man daten met rood haar? Moet jij je oren even dicht houden? Als het een leuke man is wel. Ja? Ja, waarom niet? Want ze hebben toch nog een beetje dat nerdy image en een beetje buitenbeentje-achtig. Ja, misschien dat ik daar ook wel een beetje van hou, ja. Die image is bad. Yeah, I know. They say they are too weak, but I'm a strong guy. I handle myself. What do you think that the image is of guys with red hair? Oh, not the best. Men with red hair, they're not as popular as the women with red hair. Why? It's a niche thing. Yeah. They either do a lot or they don't. Ik kom uit Rusland. Yeah. En daar beetje andere denken mensen. Niet zelfde wat Europese mensen denken. Wat doen ze in Rusland met mensen met rood haar, met mannen met rood haar? Oh, allemaal zeggen, die man is gek. Niet normaal. Misschien komt het uit de tijd van de slavernij. Want je moest ook meer voor een roodharige slaaf betalen. Want die zouden krachtiger zijn en ze zouden harder werken. Hogere pijngrens. Ja, ze hebben hogere anesthesie nodig. Maar er zijn de mannen zijn neurtjes. Ja. Dat klopt niet helemaal. De mannen zijn ook het zwakkere geslacht.